wat is dit eigenlijk allemaal? Dit kaarten is wel leuk, maar waar doen we dit allemaal voor? En wie zijn al die anderen? Dat kan ik je wel vertellen. Al 9 jaar is er crisis in Nederland en iedereen leeft in armoede. En wat wordt eraan gedaan? Niks. We pakken gewoon terug wat ons toekomt. En daar kunnen jullie allemaal een rol in spelen. Dus, Leon, jij kunt alle wapens regelen. Alles op de lijst. Met een beetje tijd moet dat wel lukken. Maar wel volgens de prijzen op deze lijst. Dit klopt. En naast jullie loon kunnen jullie ook een onderdeel krijgen van de opbrengst. Afhankelijk van hoe het gaat. Maar wat is het plan precies? En wat is de opbrengst? Dat krijgen jullie niet te weten. Het is het beste als zo weinig mogelijk mensen van het plan af weten. Sterker nog, er is niemand die het hele plan kent. En zo kunnen we elkaar ook niet verraden. Goed, Sjaak. Je hoort bij het plan om het te stelen. Kan je nog iemand regelen om ons te helpen? Ja, ik denk dat dat wel kan. Dat moet wel lukken. Ik zal het plan gaan opzetten. Meneer Vredenburg heeft alles geregeld. Maar eerst hebben we een betaling nodig. Een investering. En daarom hebben we jou nodig, Henk. Dus als ik het goed begrijp, hangt het hele gedoe van mij af. Of ik investeer. En wat als ik niet investeer, hè? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat ga je dan doen? En wat gaat Vredenburg dan doen? Ik denk dat het daar te laat voor is, Henk. Want ik ga daar heel veel aan doen. Je bent gekomen. Je hebt het gezien. Je hebt iedereen gezien. En dus ga je betalen. Oh ja? Ho, ho, zeg. Het is gewoon het geld. Alsjeblieft. Tel het maar na, klopt. Maar wanneer zie ik de oogst van wat ik gezaaid heb hier vandaag? Het staat in de papieren die je deze week toegestuurd krijgt, Henk. En hou die aansteker maar.